Oosterbeek en aan de zuidkant via Doorwerd en het benedendorp in Oosterbeek. Voor de burgers is het bevrijdingsdag, maar dat duurt niet lang. Dan gaat het mis. In de omgeving van Arnhem zitten meer Duitse troepen dan een dag, waaronder twee SS-panzerdivisies. Ze worden snel ingezet om de opmars van de geallieerden te stoppen. Hevige gevechten zijn het gevolg. Ik weet niet wat de leeftijdsaanduiding is van het voor. Okay.